Ja, de temperatuur loopt vandaag op tot 28 graden. En wat is er dan lekkerder dan verkoeling zoeken in het water? Maar pas op, naast lekker kan het ook heel gevaarlijk zijn. Want veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van een gebrek aan zwemvaardigheid. Met iedere zomer opnieuw fatale gevolgen. De reddingsbrigade maakt zich alvast op voor een drukke dag. Ik verwacht dat het vandaag nog wat drukker gaat worden. Veel kinderen zijn vrij op woensdagmiddag. De zee is nu 12 tot 14 graden. Dat is eigenlijk te koud om te gaan zwemmen. Je kunt er wel even tot je knieën in en eventjes snel afkoelen, plons nemen maar in ondiep water en er dan weer uitgaan. Maar echt om te gaan zwemmen is het nu nog veel te koud. Als je die duik wil wagen, ga zwemmen op een plek waar de reddingsbrigade toezicht houdt. Zoek een strand op waar meer mensen zijn en ga heel kort erin, eruit. En dan is het prima, lekker opwarmen, maar niet uitgebreid gaan zwemmen nu nog. Kinderen hebben het afgelopen jaar geen zwemles gehad, wegens corona. En dat is sowieso een gevaar. We zien de laatste jaren al dat de zwemvaardigheid over het algemeen afneemt. Omdat kinderen steeds minder zwemmen en minder sporten. En het laatste jaar met zwemles die uitvalt, omdat zwembaden dicht waren, heeft daar zeker geen goede bijdrage aan geleverd. En meneer De Winter, deelt u die zorgen die deze reddingsbrigadier ons vertelt? Ik deel de zorgen wel degelijk. Ik denk dat de zwembranche afgelopen jaar ontzettend hard heeft gewerkt om duidelijk te maken hoe belangrijk zwemvaardigheid is. En wat ze ook aangeven dat het afgelopen jaar minder wordt, heeft ook een beetje met bewustwording te maken. Hij geeft aan dat de zwemlessen er niet waren, maar het recreatief zwemmen was er ook niet. Dat is volgens mij nu gaat het vanaf de vijfde weer en dan heeft 25 weken is het zwembad dicht geweest daarvoor. Ik denk dat het heel belangrijk is wat wij altijd zeggen, na het halen van je zwemdiploma, blijf zwemmen. En dan hangt het ook vanaf of vader of moeder het leuk vinden om gezellig naar een zwembad te gaan. Alleen wat je nu gezien hebt, kinderen die hebben dus 23 of 24 weken niet kunnen zwemmen, niet kunnen uitleven. Ja, ze mochten baantjes zwemmen met hun ouders, maar ja, een kind van 6 die zijn ABC heeft gehaald, die naast zijn vader moet zwemmen en dan ook nog eens op zijn kop krijgt omdat zijn slagen niet goed zijn, dan denk ik, ja, nou ja, erg gelukkig gaat het weer open. Maar ik denk dat het belangrijkste voor de komende dagen is van hou rekening mee dat kinderen kunnen schrikken, een schrikreactie kunnen krijgen of van de kou, dat is één, of van onverwachte situaties. En dat het grootste gevaar is nu. Dus ook vooral, laat je kinderen niet alleen de zee ingaan? Nee, laat je kinderen niet alleen de zee ingaan. Ga bij wijze van spreken samen, ook al hou je niet zo van water. Ook al vind je het koud, kinderen die willen dat, die uitdaging wel, maar blijf in de buurt. Ja, want het is wel echt flink koud, hè? Ik heb één keer gesprongen in een bad van 14 graden en had ik gelijk spijt van. Dus, maar ik begrijp, als je daar 28 graden, 25 graden in ligt, je wil erin springen, dan snap ik dat. Maar ja, dat is best een aanslag op je lijf. We hoorden net ook al dat die zwemvaardigheid zo achteruit gaat. Maar dat is volgens mij niet alleen een corona-effect, hè? Nee. Het is afgelopen jaren zie je een daling van hoeveel er gezwommen wordt. Ze hebben jaren geleden de zwemvaardigheid in 1998 het ABC-diploma ingevoerd. Daarbij zijn ze uitgegaan dat ouders helemaal tot C gingen. Alleen iedereen die wat ouder is opgevoed met een A en B-diploma en CD erbij. En je ziet in al die jaren dat dat loopt, dat mensen nog steeds bij het A en B-diploma denken, oké, mijn kind kan zwemmen en C doe je erbij, terwijl het gemaakt is om het hele ABC te halen. En daarin merk je, en dat is nog steeds zo, dat je de zwemvaardigheid daar ook een deel mist. Wat leer je dan bij een C-diploma wat je bij A en B dus nog niet hebt gehad? Vooral extra techniek en uithoudingsvermogen. Want het is heel belangrijk om conditioneel door te zwemmen, maar ook op techniek door te zwemmen. En dat merk je ook bijvoorbeeld in de zee of in een groot zwembad. Als je in één keer erin valt of erin springt, je moet wel ergens naartoe zwemmen. Maar dan kun je wel je C-diploma, ik bedoel, die heb ik ook gehaald op wat was ik, 8 of 10 of zo. Maar het is niet alsof je dat uithoudingsvermogen er nog in hebt zitten. Nee, en dat is ook het wat gewoon goed gemotiveerd moet worden, ook door ouders, is blijf zwemmen. Ik zeg niet dat je wekelijks het zwembad in moet liggen, maar kinderen die moeten blijven bewegen. Het is net als een rijbewijs, je haalt de vaardigheid. En na die vaardigheid moet je blijven oefenen. Want als je een jaar niet rijdt, nou ja, dan heb je de eerste beste boom heb je daar waarschijnlijk wel te pakken. Dan ga je ze achteruit. Over zwemvaardigheid gesproken, u doet een aquajoggen. Ik doe een aquajoggen en dat is heerlijk, want je traint en je hebt niet het gevoel dat je echt zo zwaar aan het trainen bent. Want in het water is het allemaal denken dat je echt een acrobaat bent, totdat je eruit komt en dan voel je natuurlijk die spierpijnen. Maar ik blijf het gewoon prachtig vinden en ik zit met een aantal 40, 50 plus vrouwen in het bad en het is echt altijd één groot feest met discolampen erbij en dat muziek is denk ik alles. Ook een stuk lekkerder water dan het 14 graden of 12 graden wat het nu is. Nee, het is gewoon een constante temperatuur, dus dat is gewoon ideaal om ook te bewegen. Dus voor mij geen zee voor voorlopig hoor. Nee. Ja, nog eventjes over de waterkwaliteit. Want uit onderzoek blijkt nu dat echt, 50 stranden aan zee, meren en rivieren, er gewoon te veel poepbacteriën in het water zit. Hoe kan dat? Dat heeft met een aantal dingen te maken, maar ook met de overstort van riolen. Het nadeel daarvan is dat het gebeurt. Dat kan gesignaleerd worden. Als het daarna gemeten wordt, duurt het 2 dagen voordat die kweek klaar is om te zien of het er ook echt zit. En als dat er is,
dan heeft het geen zin meer om het zwembad te zwemmen. Dan hebben mensen gewoon al 2 dagen in een vies water. Maar na 2 dagen is het ook weer schoon. Dus het is een momentopname. Dan spoelt het weg. Dan spoelt het weg. Maar er moet dan toch eigenlijk gewoon een andere manier komen om dit te meten? Want dat is dan toch gewoon totaal... Ja, dat is belangrijk. Kijk, het wordt nu aangegeven. Het gebeurt al jaren natuurlijk. En het zal blijven gebeuren. Er wordt op een heleboel plekken maar 1 keer per maand gemeten, begreep ik. Maar ja, er moet wel een systeem komen. Wie is er verantwoordelijk? Waar ga je dat aanpakken? Hoe ga je dat invliegen? De gezondheidsklachten daarvan, nou, die zijn behoorlijk. En dat heb je ook bij de surfers in Katwijk gezien. Dat zijn ervaren zwemmers en ervaren surfers. Dus ja, die weten hoe of wat. Maar die komen daar toch echt ziek weg. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is daar een oplossing voor te vinden. Maar hoe moet je daar dan op letten als zwemmer? Je merkt het niet. Je merkt het niet? Nee. Maar ik heb bijvoorbeeld altijd gehoord, hou je mond dicht. En niet zorg dat je geen water binnenkrijgt. Maar... Nou ja, weet je kan zeggen van hou je mond dicht. Maar je neus is ook open. En als jij erin springt, dan komt er altijd iets aan water binnen. En misschien de een is wat meer dan de andere keer. Maar als jij met je mond dicht gaat zwemmen, ja, na een tijdje ben je dat ook zat. Maar dan hoor ik nu eigenlijk, dat water is dan vies, maar er is eigenlijk geen enkele manier om dat te signaleren. Als ik zo meteen bijvoorbeeld aan een plas ga liggen. Nou ja, bijvoorbeeld als die overstort, kunnen ze meten. En als ze dat nou meten en dan weten, dan kunnen ze eventueel preventief delen dicht doen. Vooral het gebied waar het zo actief is. Ja. Dat zou een oplossing zijn. Het is een heel gedoe, maar het zou een oplossing zijn. Nog eventjes een oproepje aan Nederland, zou je zeggen, ga vooral zwemmen. En waarom dan? Het ontspant. En ik denk dat iedereen toe is aan ontspanning. Dus, ga vooral zwemmen. Ga vooral zwemmen, maar wel onder toezicht. Maar wel onder toezicht en let op je kinderen. Ja, nou, bedankt meneer voor uw komst naar de studio, meneer De Winter. En mevrouw.